midden in het jaar bent gestart als ZZP'er, hoe zit het dan met belasting? Stel nu dat je op 1 juli van dit jaar bent gestart als ZZP'er. Over je ZZP-inkomen van de tweede helft van het jaar betaal je dan zelf inkomstenbelasting. En dat doe je in het voorjaar van komend jaar over de winst van dit jaar. En deze inkomstenbelasting is 36,93% over de eerste 73.000 euro in 2023. Dit zijn dezelfde percentages en bedragen als wanneer je in loondienst hebt gewerkt over het eerste half jaar. Met als grote verschil dat je werkgever van jou de belasting afdraagt. Dus daar zie je eigenlijk niet zo heel veel van. Maar als ZZP'er moet je dat dus nu zelf doen. Wat gebeurt er nu aan het einde van het jaar tijdens deze aangifte inkomstenbelasting als je nog de eerste helft van het jaar in loondienst hebt gewerkt en de tweede helft van het jaar als ZZP'er aan de slag bent gegaan? Je inkomen uit loondienst en je ZZP-winst worden bij elkaar opgeteld. En over dit totaalbedrag wordt dan vervolgens je inkomstenbelasting berekend. Het gedeelte dat je dan al in de eerste helft van het jaar via je werkgever hebt betaald, wordt hier dan van afgehaald. En wat overblijft, betaal je dan nog zelf als ZZP'er. Wil jij nu weten hoeveel je opzij zou moeten zetten voor je belastingen als je gedurende het jaar bent gestart als ZZP'er? Daar heb ik de template voor Part-time ZZP 2023 en die kun je downloaden via thehappyfinancial.com/shop.